Lauwe dingen doen. Gewoon lauwe mooie dingen doen. Mijn naam is Jeroen van Galen en ik ben projectcoördinator bij de Excelsior Foundation. In deze korte vlog ga ik jullie meenemen over het ontstaan van onze eigen Excelsior Jongerenhub. Dit wordt een locatie in de wijk, midden in Krooswijk, voor, door en met jongeren gebouwd. Op dit moment moet er nog een hele hoop gebeuren en dat willen we samen met de jongeren doen. Dus ik loop zo even naar Schuttersveld, daar wacht ik de jongens op en dan gaan we alvast dingen veranderen. Zoals je ziet zijn we ook bezig, hebben we nieuwe wanden laten zetten. En ze zijn alle muren aan het verven. Zoals je hier achter mij ziet, wordt alles mooi netjes wit geverfd. Dat doen we natuurlijk ook samen, dat doe ik niet alleen. Ik neem jullie even mee in een rondje naar Schuttersveld. Het leuke is dat Schuttersveld is onze eerste locatie waar we een Excelsior Clinic hebben georganiseerd. Dat is ongeveer 10 jaar geleden voor het eerst gebeurd. En nu, 10 jaar verder, mogen we hier op deze locatie ook onze allereerste jongerenhub openen. Als je hier achter me kijkt, in het gebouw waar het gaat gebeuren. En als je dan meedraait, hebben we hier het Kruifkoord Schuttersveld. Een van de drukste bezochte locaties bij Excelsior. En hier kunnen we dan samen met jongeren lekker gaan voetballen. En binnen kunnen we mooie activiteiten gaan uitvoeren samen met de jongeren. Hey Joes, maar wat vind jij er eigenlijk van dat we nu zo'n jongerenlocatie in de wijk krijgen? Vet man, we lauwe dingen doen. Ja, toch, vooral met dit weer vandaag. Ja. Meestal waren we buiten aan het voetballen. Nu kunnen we gewoon lekker binnen voetballen. Ja. Weet je man. Eerlijk? Ja. Ga je mee? Ja. Ben je bezig, Joes? Ja. Kijk, iedereen is hard bezig aan de verbouwing. Yes, wat je hier achter mij kan zien is eigenlijk de grote dingen zijn er eindelijk uit. Dus dat betekent dat de oude ballenbak die hierin stond, die hebben we eruit gehaald. En nu al een klein voetbalveld van gemaakt. Op een gegeven moment gaan we hier kunstgras inleggen. En dan kan je er echt in gaan voetballen. Er komt een mooi hek omheen, zodat het natuurlijk veilig is. En dan moeten nog wat kleine dingen gebeuren. Bijvoorbeeld deze bruine muren, daar komen posters op. Die gaan we plakken met de jongeren. Hier boven mij komen allemaal mooie posterzangen, ook helemaal in Excelsior stijl. En dat willen we inderdaad allemaal met de jongeren gaan doen. Maar in ieder geval hebben we mooie stappen gezet. Het is opgeruimd. We kunnen al een klein beetje open. En in de volgende vlog ga ik jullie meenemen in hoe we het mooier gaan maken. Met de posters, met het kunstgras en met het hek om het veld heen. Dus tot de volgende vlog.